Hofpresident Iwan Rasulbaks heeft vandaag een beroep gedaan op 5 pas beëdigde advocaten om zich meer in te zetten voor civiele zaken binnen het beroepsgebied. De vraag naar civiele zaken is namelijk heel groot. Rasulbaks sprak tot 5 beëdigde advocaten: Henry Lucien Henaar, Maisa Wijngaarde-Ooft, Peggy Yolanda Chan-Yon-Shu, Alimuddin Nasrullah en Yaisa Marte Leerdan. Ik geef u nog het volgende mee bij een goede uitoefening van uw beroep. Maakt u goede en duidelijke, het liefst schriftelijke, betalingsafspraken met uw cliënt ter voorkoming van onnodige tuchtklachten. Blijft u altijd bereikbaar voor uw cliënt en bespreek de te ondernemen stappen regelmatig. Wekt u geen verwachtingen op dat u de zaak zal winnen, omdat u slechts een inspanningsverplichting op u kan nemen en geen resultaatsverplichting. Het woord is aan die rechtspreker, aan de oordelaar. En het laatste woord is in beroep in een samengestelde kamer. Rasulbaks zegt verder dat het van belang is dat advocaten een goede administratie op nahouden van hun dossiers en zittingafspraken. Met de nieuwe ICT-mogelijkheden is het naar zeggen van de hofpresident heel belangrijk dat juristen een werk-e-mailadres hebben waarop zij het heel traject van hun rechtszaken kunnen volgen. De civiele sector hoopt in april 2022 een digitale zaaksregistratiesysteem te implementeren onder de naam CIFAR, staat voor Civiele Algemene Registratie, afgekort CIFAR, om op een transparantere wijze van het procederen mogelijk te maken en een vlotte wijze om zaaks- en managementinformatie beschikbaar te krijgen. In dit verband is er een implementatiecommissie door het Hof geïnstalleerd onder leiding van rechtermeester Xu. De commissie zal aanstonds instructies uitvaardigen voor het indienen van civiele zaken op de griffie der kantongerechten. Volgt u deze instructies stipt op, zodat er bij het indienen en het verkrijgen van een digitale zaaksregistratienummer geen oponthoud ontstaat. Rasulbaks zegt verder dat het verloop van rechtszaken stippelijker zal worden gecontroleerd door de moderne technologie. De rechtsgeleerde verzocht de nieuwbakken advocaten niet te vergeten dat er een bepaalde mate van vertrouwen in hen is gelegd. Suriname heeft veel te maken gehad met leiders die het niet met het land menen. Dit zei Robbie Holman, bestuurslid van de politieke partij Doe, vandaag tijdens een Opojari-activiteit van Doe. Holman is van mening dat de huidige economische situatie het leven bijzonder zwaar maakt en dat de meeste ontwikkelingen die het land doormaakt met veel pijn gepaard gaan. We hebben het in Suriname waarin we leiders hebben die zeggen van, voor mijn achterban. We hebben een Suriname waarin we hoogtij vieren corruptie en nepotisme. Ons land is eigenlijk vervallen in een situatie waar het niet meer gaat om ons, toch? Maar om ik. En het doet me echt pijn als ik naar die dingen kijk, hoor. Het is verschrikkelijk om te zien als ik kijk naar hoe ik vroeger heb geleefd. En we leefden daar. Ik ken die straat nog, Burenstraat geboren. We leefden in een Bigijari en dat was het één grote familie. En we leefden als familie met elkaar. Kriolen, Javanen, Hindustanen, iedereen was één. En we hebben leiders gehad die decennia lang ons hebben verteld. De ene zei, wees gerust, alles komt terecht. Die andere zei, Suriname wordt een paradijs. En niet zo lang terug hebben we gehoord, we worden Dubai.
Holtman zegt dat bijna alles in de politiek nu draait om eigenbelang. Hij vindt dat Suriname centraal gesteld moet worden. De bedoeling is dat er samengewerkt moet worden en dat de bevolking elkaar onderling stimuleert om stabiliteit te bewerkstelligen. Ik weet niet als u zich nog kunt herinneren onze oogvlag. Onze oogvlag had 2 sterren. 2 sterren die aangaven die verschillende bevolkingsgroepen. En zo, ik vertel het zo, hè, met een koordje aan elkaar verbonden te zijn. En de ontwerper toch, van onze nieuwe vlag heeft gezegd, die 2 sterren worden 1 ster. 1 samenleving, 1 gemeenschap. En natuurlijk ook, het geel geeft aan wat alle mensen altijd zeggen, de mogelijkheden van ons geliefde land. Dat de toekomst, de mooie toekomst waar we naartoe kunnen gaan. Maar wat zien we gebeuren? In plaats van te praten over die 1 ster, blijven we in onze samenleving gewoon krachtig zeggen dat we verscheiden zijn, dat we verschillen zijn, dat we van elkaar gescheiden moeten blijven. Want we praten over Afrikaanse Renaman. Zijn dat inderdaad, die Afrikaanse Renaman? Of Minas Renaman? Holtman zegt dat er een grote verandering moet komen binnen de politiek. Partijvoorzitter Steven Alfaisi benadrukt dat er veel werk aan de winkel is en dat er momenteel niet gesproken kan worden over een welvarend land. Zolang individuen nog afhankelijk zijn van de staat en instituten nog zwak staan, is er volgens de voorzitter behoefte aan betere leiders. Het strand bij Galibi is in het afgelopen weekend schoongemaakt door vrijwilligers van de Green Heritage Fund Suriname. De organisatie is van mening dat er voorkomen moet worden dat er meer dode zeeschildpadden vallen op het strand. Belangrijk is ook dat het strand schoon moet blijven. De lodgehouders en tour operators hebben een beroep gedaan op de organisatie om te helpen met de schoonmaak van de tijgerbank die bij de strand van Galibi ligt. Volgens Cheyenne Samson, vertegenwoordiger van Green Heritage Fund Suriname, hebben zij een bijzondere band met de gemeenschap van Galibi en staan klaar om ze te helpen. Samson geeft aan wat ze tijdens de schoonmaak allemaal hebben aangetroffen op het strand. Ja, heel veel netten. Dus het gros van onze zakken hier die zitten vol met netten. En die zijn dus echt een probleem voor die zeeschildpadden. Die volwassen zeeschildpadden kunnen erin vast komen te zitten. Maar ook die hatchlings, die baby zeeschildpadden, als die uitkomen. Dan als ze over al die netten moeten kruipen, dan lukt dat niet altijd. En dan blijven ze erin vastzitten. Ze drogen uit en ze sterven. Of ze worden gegeten door dieren. Dus ja, we proberen onze zeeschildpadden altijd te helpen. En dus door die netten en al het andere afval te verwijderen, zorgen we ervoor dat ze een grotere kans op overleving hebben. Hoe lang zijn jullie bezig met het schoonmaken van de stranden? Nou, eigenlijk vanaf het begin van Green Heritage Fund, dat was het op brandpunt, zodra we daar waren. En nog steeds, dan ruimen we dat strand op, we verzamelen afval daar en we brengen het terug naar de stad. We hebben onze allereerste grote clean-up actie gehouden in 2017 en sindsdien hebben we elk jaar clean-ups gehad, ook op Galibi, maar dan in het dorp hebben we vorig jaar nog in september een grote clean-up georganiseerd waar er meer dan 60 zakken zijn verzameld, samen met de mensen, vandaar ook de kinderen. Dus het is iets dat we gewoon elk jaar doen. De organisatie probeert in deze verre gebieden de bewustwording en de educatie hoog te houden, zodat de gemeenschap weet wat er van ze wordt verwacht. De organisatie leert ook veel van de lokale gemeenschap over hun eigen cultuur. Samson geeft aan hoe de organisatie heeft bijgedragen aan deze schoonmaakactie. Ja, natuurlijk, we zijn een lokale organisatie, we hebben niet zoveel geld, maar we hebben wel dus geholpen met materiaal, consumptie, benzine voor de boot, dat we naar de stranden konden varen. Dus we helpen waar we kunnen. Als we het hebben, dan geven we het zeker.
En wat zijn de toekomstplannen nog van Green Heritage? Nou, sowieso komen we in de paasvakantie weer terug om met de kinderen te werken. We hebben in september altijd onze grote clean-up actie in verband met World Clean-up Day en Clean-up the World Weekend. En natuurlijk als er een beroep op ons wordt gedaan, zijn we weer hier op het strand. Dus we staan altijd ready om de gemeenschap te helpen. Ik wil de gemeenschap oproepen om echt bewust na te gaan, wat doe je met je afval? Gooi je het op straat, gooi je het in de goot? Waar komt het uiteindelijk terecht? Want daar gaat het mis. We gooien het op straat en we zijn klaar. Het komt hier terecht op onze stranden, of bij de zeeschildpadden, maar het komt ook in de zee terecht, waar die vissen het eten. En uiteindelijk komt het weer bij ons, het komt altijd weer bij ons terecht. Met alle nadelige gevolgen, die dus ook weer voor ons zijn, die wij hebben veroorzaakt. Dus laten we een beetje nadenken over hoe we met ons afval omgaan. En laten we ook een beetje denken aan ons milieu. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet zonder ons milieu. De schoonmaakactie is op touw gezet door de lodgehouders en touroperators van Galibi die voor het eerst samen hebben gebundeld. De 10 leefgemeenschappen die zullen worden voorzien van 1x24 uur stroom, hebben jaren moeten wachten op dit moment. Regeringen zijn gekomen en gegaan, allemaal beloftes die nooit zijn nagekomen. Volgens kapitein Rudy Linga van het dorp Gengestong hebben zij jarenlang gevraagd naar de mogelijkheid om 1x24 uur stroom te hebben. Voor kapitein Linga was afgelopen vrijdag met de start van het project in zijn dorp een bijzondere dag. Bau begi perekere palala ta amusu bija gengesto no akaba fareta ute auto atutu na atutu ke amusu pasa se godo te alibase te alibase amusu pasa godo te alangulio ma e ufene no reti mbafu afene de otaluku koyo banjai an ubunu lo ke begi rekere ta na gengesto no amusu de wa hi autaki u begi rekere ta ude fuka wabutare mau bere hepiu. Ude peta peta di lio. Ude kuka problema aki. Bele hepu se kare problem fu. Uke begi reke rendi kwa aki. Sonde ta ita aki kengiri na salu. So bele luso enda u. Sonde ata wa uomi. Enom biketa kim tampure. Na de kapitein hebben verschillende functionarissen gesproken over het project dat is gestart in Gengestong. Volgens de vertegenwoordiger van de IDB, Antonio Gonçalves, is het start zijn van de mini solarpanelen project een eer voor de IDB. This project is aligned with Vision 2025 as the provision of reliable electricity is fundamental to the economic development and quality of life improvement for the people in the hinterland of Suriname. IDB, as you know, is a main multilateral financing partner on Suriname with a portfolio of $355 million in projects, more than 7 million of those in grants. We are, as you know, very active in the energy sector, working in projects to upgrade the electricity grid, digitalize the operations of EBS, improve energy efficiency, promote renewable energies and electrification in the hinterland as the project that today brings us together. U hoort ook nog enkele andere functionarissen over dit moment. Teddy Fayako, want hier de jaren passen uit de stad Teremi voor Kabasco, waar ik de mijne een foto op de asco. Maar Teddy Fayako, we staan de mijne otan, we staan ze met die foto zei, de abel sabon de hoek bij kon de bakken. Hier de dan een pisse ontwikkelen. En, misse de guasco waki, leiles kutamunu faya. Maar door de komst van het project hier, we willen les voor het feit. Maar we willen les dat we hebben van de druk aan de schakelaar. Dus kom ze dan. Die feit zijn er.
Het project is begroot op 6 miljoen euro en 2,25 miljoen Amerikaanse dollars. 5 miljoen euro is een schenking van de Europese Unie via de Caribbean Investment Facility, terwijl het resterend 1 miljoen euro komt van de NV-energiebedrijf in Suriname. Dat is gecalculeerd op basis van de arbeid, transport, engineering en project management services. De 2,25 miljoen Amerikaanse dollars komt van de IDB en die is een lening.